Na anderhalf jaar voorbereiding is het dan op 12 december 2015 toch zover. Het eerste klompenpad in onze gemeente is een feit. En dat moet worden gevierd. En bij het boerderijmuseum is het heel groot, hè? Zeker, zeker. Een heel groot, mooi groot. Ja, dat is heel groot, ja. Deze moet nog bij het station ergens komen. Ja, deze blijft hier niet. Wat is, waarom een vreepad? Ja. Ja. Ja, een vree is een... afscheiding. Een afscheiding, oh, precies. Dat is een afscheiding. Tussen eigenlijk een, zeg maar het zanderige gebied, het bosgebied en het akkergebied. Die vree, zeg maar, die vind je in, vooral in deze streek ook in de dialecten terug. Dat is bijzonder. En daarom geeft het identiteit aan dit gebied. En hebben we samen met de groep bedacht dat het toch maar vreepad moet gaan heten. Ja. Nou, ik vind het ontzettend leuk dat we dit hebben. Dat we zo'n klompenpad hebben. En ook, ik hoop dat we in de toekomst een netwerk gaan krijgen van klompenpaden. Ook in Oldenbroek. Dat is de eerste, hè? Dit is de eerste. Dus wat mij betreft komt er nog één bij. Ja, want het is toch fantastisch om zo van het ene pad naar het andere pad te lopen. En ja, mensen gaan er ook echt voor, komen ervoor naar Oldenbroek, hè, om, en naar andere gebieden om die paden te lopen. Ja, vanaf vandaag zijn er 85 klompenpaden in Gelderland en Utrecht. Dat zijn de klompenpadenprovincies. Waarom heet het klompenpaden? Ja, omdat wij een naam hebben bedacht, zo'n 15 jaar geleden, voor het type route dat je ook over het boerenland loopt, de cultuurhistorie opsnuift. En ja, wat is er dan nostalgischer dan te verwijzen naar de klompen? Het oude boerenland, het goede boerenleven. En daar hebben wij de naam klompenpaden aan ontleend. Dan starten we dus bij de museumboerderij. Dan lopen we door en dan gaan we naar richting het Mulligen. Dat is de oudste ontginning van Oldenbroek. En dan lopen we achter het Mulligen langs. Komen we door het gebied van de heer Kloots. Een heel interessant gebied met mooie bosstructuren erin. Vandaar gaan we richting Landal. Richting het Utrecht buitencentrum. Helemaal door het bosgebied. Vandaar steken we over. Gaan we twee landgoederen over. Zowel Vollenhof als Oldhorst. En dan gaan we meer het open gebied van Oldenbroek in. Dus dat is langs de Hoge Brinkweg. Dan gaan we het weiland door. En dan verder het bovenpad. Een heel stuk over een koepad. En dat geeft wel echt de beleving, vind ik, van een klompenpad. En dat is echt ook een heel bijzonder stukje. En dat zijn stukjes waar je... Ja, daar heb je de klompen even nodig. Ja, daar heb je echt klompen nodig. Of hele hoge laarzen. Ja. Ja. Nou, van daaruit gaan we dus zo geleidelijk via het open gebied langs de oude boerderijen gaan we weer terug richting de museumboerderij. Een klompenpad is wel een rondwandeling. Dus elk klompenpad, elk van die 85 klompenpaden kun je op zich wandelen. Beide kanten op zijn ze gemarkeerd. Dus je kunt links of rechts omwandelen. Meestal zo van ergens tussen de 7 en 17 kilometer. Al naar gelang we de medewerking konden verkrijgen van de grondeigenaren kan de route soms wat korter zijn of wat langer zijn. En je probeert de mooie plekjes in het gebied aan te doen. En ook nog langs een paar gelegenheden te komen waar je even kunt uitrusten, waar je een kop koffie kunt drinken, eventueel wat eten. Klompenpaden die proberen we zoveel mogelijk aan elkaar te schakelen via verbindingsroutes, overstappers. En dan krijg je ook de situatie dat mensen zelf kunnen bedenken, omdat ook alles op internet beschikbaar is. Dat ze bijvoorbeeld niet het klompenpad, het rondje lopen wat ze misschien alles hebben gelopen. Maar dat ze dan halverwege overstappen naar een ander klompenpad. En dan weer naar een ander klompenpad. En zo zou je in feite door Gelderland heen al routes kunnen maken van een 70, 80 kilometer. We hebben een hele mooie app. Dat is de wandel-app. De wandel-app? Ja, ja. Daar staat de route op hoe dit pad loopt. U bent een wandelaar? Ik ben een wandelaar, ja. Ja, u gaat het pad vandaag lopen? Wij gaan het pad vandaag lopen, U weet hoeveel kilometer het pad is? Dat heeft op de website gestaan van de klompenpaden. En je kan ook op het appje zien dat je kan kiezen tussen de 10 en de 16 kilometer. Waar gaat u lopen? Wij gaan de 16 kilometer lopen. 16, dat is heel stoer. Nou, valt wel mee. Heb je het goed, dus geeft hij aan als ik ergens ben op welke richting ik zit. En er staan ook bijzonderheden op. Oké. Okay. Wat iets betekent. Oké. Okay. Dank u wel. Ja. Veel plezier. Ja, dank u. Dat zijn heel veel partijen die meewerken aan het tot stand komen van een klompenpad. Dat begint natuurlijk al dat je het erover moet hebben met elkaar of je zoiets zou willen. Heel belangrijk is dat gemeente daarachter staat. En die staan hier helemaal achter het klompenpad.
Dan hebben we een bijdrage gekregen van de provincie Gelderland. Ook heel belangrijk. En het waterschap doet mee. Maar dat is het natuurlijk nog niet, dan is het nog niet geregeld. Dus met heel veel grondeigenaren, met heel veel vrijwilligers, betrokkenen, ook uit de lokale samenleving. Mensen die veel kennis van zaken hebben van het gebied, die zich al eerder verdiept hebben in de geschiedenis of in de natuurwaarde. Die hebben allemaal gezegd, wij helpen mee. Wij gaan kijken hoe we het allemaal zo kunnen organiseren dat we de mooiste plekjes aandoen en dat er een mooi klompenpad ontstaat. En ze hebben mij gevraagd, omdat ik dus ervaring had als werkgroeplid in Oosterwolde van het pad rond de Zaandweg. Van het een kwam het ander. Het bleek dus dat dit pad door een gebied kwam waar ik als kind heel veel gespeeld en waar ik opgegroeid ben. En daardoor vond ik het ook best interessant om hier aan mee te werken en terug te gaan naar de roots en zodoende mijn inbreng en ervaring daarin kwijt te kunnen. Wat hebben jullie al zo moeten doen? Heel veel. Ik had dus die ervaring al in Oosterwolde. We wisten gewoon dat het dus soms heel moeilijk was om toestemming te krijgen om door stukken land te komen. Vroeger had je dus overal paadjes lopen, verbindingsroutes van de ene weg naar de andere weg. Tijdens de ruilverkaveling zijn heel veel van die paadjes die zijn opgedoekt. Wat heel jammer is voor de ontwikkeling van dit soort routes. Wat we dus verder allemaal moesten doen is de eigenaren langs. Waar we wel langs mochten dan. We moesten paaltjes zetten, we moesten de bandjes eraan maken. Ja, wat allemaal niet. Er komt een boel bij kijken, hè, met maken. Ja, er komt gewoon heel veel bij kijken. En dan is het toch wel lekker als je dus een stelletje gemotiveerde medewerkgroepleden hebt, zodat je niet alles alleen hoeft te doen. En dat geluk hadden we hier. Alleen jammer dat er dus zo weinig Oldebroekers bij zijn en dat er dus uit de omstreken de meeste mensen komen. Dus bij deze Oldebroekers, mensen van het Loo, je kunt je nu nog steeds opgeven om mee te helpen voor het onderhoud van deze route. Is het naar jullie zin, het pad, zoals het er nu ligt? Voor een groot deel wel. We hadden een paar stukjes hadden we graag nog anders willen hebben, maar daar kregen we geen toestemming voor. En er zullen ook vrijwilligers blijven helpen met het beheer van de route, de markering controleren, wat zwerfafval opruimen. Geven ons ook zaken door die niet helemaal in orde zijn, zodat het ook allemaal weer snel opgelost kan worden. Zodat iedereen zeg maar op een prettige manier gebruik kan maken van het klompenpad. Ja, maar je moet het al nooit zien. We komen midden in het verhaal op het moment dat er een arreslee over een weggetje richting het bos rijdt. Een grote zwarte hengst ervoor. En die hij tussen de twee banken van de arreslee heeft gezet, of die goed stevig staat. Want in die ton heeft hij alle boodschappen gedaan. Hij heeft wat lekkers gekocht voor de kerstmaaltijd. Hij heeft cadeautjes gekocht. Tak. Een knapzak. Ja. En waarom heb je die? Om een zak te vullen. Een zak te vullen? Ja. Is jullie dat gevraagd? Ja. Ja? Van welke school ben jij? De Loodschool. Loodschool. En jij bent de enige die is gekomen? Ja. Ja, nou dan kun je wel kiezen, of niet? Mm-hmm. Oké, wat leuk. En waarom mogen ze dit doen? Nou, we wilden graag de kinderen van het Loo ook bij betrekken bij de opening van het klompenpad. Dus hadden we bedacht dat ze van de week op school een zakdoek mochten bestempelen. En die hier komen vullen. En een knapzak meenemen op pad. En hoe moet je hem dan dragen? Mm. Open je? Ja, over je schouder. Nou, kan jij straks mee een eindje wandelen? Ja. Een knapzak. Een knapzak. Zo, en jij ook? Mooi in beeld hebben. Dat is mooi. Oh, nice. Ja hoor, ja.